Wees aardig. Wat zijn dit? Wat? Wat is dit? Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortal Speelt Stranded Deep. En vandaag is weer een nieuwe aflevering. En vandaag duiken we weer even lekker in. En we gaan een stukje zwemmen. En wat ik hier heb gevonden is... een tunnel? Oei. En... Wow, hallo. Waarom bewegen jullie? Dat had ik niet verwacht. Metal salvage? Oké, prima. Vending machine? Oh, dit kan ik scannen. Misschien krijgen we hier een soort research van, een soort blueprints. Dat we dan daarna dingen kunnen bouwen misschien. Dat zou echt chill zijn. Ik was een beetje op zoek hier naar. Fragment scanned. Unlocked vending machine. Amazing. En deze bagagetassen. Ik weet niet wat het doet. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. We moeten weer even ademhalen. We blijven zoogdieren. Helaas, helaas. Maar we hebben deze super tanks. Oh, een trashcan. Dat klinkt ook wel eens iets dat ik moet scannen. Oh, maar eerst om naar boven. Deze sea glides, jongen. Ik gebruik... Oké, okay, die ik kan zien. Ik heb de sea glides. En ik ga niet meer zonde doen, man. Holy moly. Dit spul is echt awesome. Even deze pakken voordat ik het vergeet. Ja, sea glides. Het gaat gewoon zo snel. En het is ook echt super makkelijk om te maken. Om een nieuwe batterij in te stoppen, bedoel ik. Ik dacht eerst van, oh, misschien wil je er twee meenemen, maar die nieuwe, dat nieuwe batterijen waar ik vorige aflevering achter was gekomen, dat is echt super cool. Trashcans, oké, dat klinkt niet iets als een... Nou, misschien hebben we dat wel een beetje nodig, we hebben echt super veel spullen. Maar ja. Inventory full, oh, dat betekent dat we naar huis moeten. Dat is goed. Laten we dat even doen en dan kunnen we daarna wel kijken wat er in die trashcans zat. Oh, ik zag zo graag... Maar goed. Ja, ik wilde zeggen, ik wilde zo graag van die... Oh, is hier een... ik dacht dat het een monster was. Het is een stuk metaal. Ik wil zo graag die grote kamers bouwen, man. Ik hou er maar niet over op, maar ik wil het echt heel graag. En daarvoor ben ik dus ook aan het zoeken. Naar iets dat me daarmee kan helpen. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Oh guys, ik ben echt super diep. En ik vind hier allemaal goede spullen. Ik heb net een goud gevonden. En ik vind nu... Is het lava ondergrond? Weet ik niet. Maar... Ik hou het even goed in de gaten. Ik vind deze dingen... Laat ik het eerst scannen. Weet je, als ik het even kan vermijden dat ik het aan moet raken. Man. Membraanboom. Wow. Scan, scan, scan. Oh, wow. En we zitten echt heel diep, dus we moeten eigenlijk moeten gewoon nu tevoren. Snel, 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 snel. Ik heb toch al dat ding aan? Ja, anders ga ik niet zo hard. Man. It's so deep. It's so deep hier. Maakt het wel een beetje spannend. Nou, ik haal het wel. Maar echt comfortabel is anders. Kun je ook zien hier in de databank. Waarschijnlijk is het flora. En dan heb je die membraanboom. Hij is mooi georganiseerd. Bla, bla, bla. Microcosmos op die door het membraan heen zitten. Het groeit op basaltrotsen. Oké, okay, vet interessant. Ik weet niet wat dat doet. Laat ik gewoon een stukje ervan af gaan breken. Niet super meer vriendelijk. I know. Wow, er zitten echt heel veel rotsjes. Moet je kijken. Eén. Hier. Nog eentje. Dit is echt een goede plek om te mijnen, jongen. Wow. Let. Hierachter ook nog eentje. En hier nog één. Bonus. Laat ik eerst even nog ademhalen. Oh, wow. Nog meer. Waarschijnlijk kunnen we het gewoon zo meteen niet dragen. Omdat we gewoon helemaal... Oh ja, zie je? Inventory is het vol. Oh nee. Maar misschien wil ik dat wel heel graag hebben. Drop dit. Waar is dat stukje? Kan ik het nog pakken? Gewoon iets afgebroken. En ik heb het gewoon... Oh, daar is het. Gevangen. Zilver. Nice. Die zijn best wel zeldzaam voor mij. Ik kom zo meteen wel terug. En dan pakken we een stukje ervan. Oké, okay, guys. Misschien ben ik al vergeten welke kant... Wow. Oh, het top was. Moet je kijken wat ik heb gevonden. Oh, dat is wat dat geluid maakte. Wow. Zou die me opeten? Nee, toch? Oh nee. Nee. Wees aardig.
Wat zijn dit? Wat? Wat is dit? Dit is echt absurd. Oké, man, ik wil je scannen. Dit heeft geen pijn. Scan, reefback. Oh, wow. Dit spel. Dit is toch goed, joh. Wow. Volgens mij is deze echt gewoon al 200 jaar oud. Press tab to view. Oh, kijk hier. Hij is huge. Hij kan wel 20 meter lang worden. Hij is super langzaam. En het is een planteter. Oh, ja. Oh. Amazing. 30 seconds of oxygen remaining. Please, laat me nooit hem dood hoeven maken, want hij is gewoon te awesome. Wauw, wat een... Hoe cool is dat? Ik heb ook echt het gevoel dat ik echt gewoon serieus aan het duiken ben. Ik voelde net dat ik echt zo... Zag ik zo, je ziet zo, bijvoorbeeld nu zie je helemaal niks en ik zeg zo, waar ben ik, weet je wel? En dan zie je die reefback en zeg zo, wauw. Ja, ik ben helemaal in mijn nopjes, man. Ik hoop dat je het ook zo leuk vindt. Laten we kijken of we hier wat spullen kunnen scannen. Metal Salvage, nope. Oh, ik had trouwens net een lab counter gevonden. Het was niet aan het opnemen. Maar ik vertel het je nu. Sea Moth Fragment. Oh, was ik hier niet straks? Toen was ik weggejaagd. Oh nee, was ergens anders. Wat is dat? Technical. Top. Kijk dit ding. Oké, het is volgens mij om in te duiken. Een soort duikunit. Laten we dit dan een keer gaan bouwen. Creature Egg. Weet je, als ik één ding van Ark heb geleerd... Nou, één ding. Maar goed, een van de dingen die ik heb geleerd van Ark is dat je niet zomaar eieren moet oppakken die niet van jou zijn. Want die weet, komt er een hele boze man achter. Oh, kan ik dit gewoon pakken? Waarschijnlijk een soort unit om dit... Oh, laten we eventjes wat lucht halen. Oh, pak het zwending, joh. Vier. Oh, er zit bijna geen batterij meer. Oeh, dit wordt krap. Maar we halen het. Maar het was wel krap. Ik moet beter opletten. Oeh, kuch. Beter opletten met de batterij. Hey, hallo. Daar wilde ik net heen. Oh, daar is er nog één. Oh, zijn we z'n tweeën. Wat cool. Met die batterijen. De batterij moet altijd erin zitten. Zo zit het goed. Ja, maar ik ben dus die bomen kwijt waar ik naartoe wilde. Ik was helemaal aan het zoeken waar ik ze kon vinden. Maar ik kan ze gewoon niet meer vinden. Ze komen waarschijnlijk wel een keer terug. Geef je. Dat is een stuk ladder met oranje erop. Oké. Wow. Jullie zien er onaardig uit. Oh nee. Oeh, en door ontweken. Oh, er lag trouwens zo'n bagagetas. Ik weet niet of het zag een soort van sporttas. Oh, die is wel zo lelijk. Het. Waar woon ik eigenlijk? Oh, ik moet een hele andere kant op. Zullen we daarin gaan? Ja, denk ik. Nu ben ik gewoon weer wat aan het doen. Maar we hebben nog... 40% eten, oké. Best wel goed. Best wel goed. Goed genoeg voor nu. En hoe zit het met ons inventory space? Waarschijnlijk... Oh ja, het valt wel mee. Is prima. Is goed genoeg. Dus misschien komen we nog wel dingen tegen. Laten we gewoon naar die life pods toe zwemmen. Het gaat redelijk snel. En we moeten ook ongeveer... Ja, daar is ons huis. We moesten toch al die kant op. Wat is dit? Hoverfish. Cool. Gaan we een andere kerst kennen. Kijk nou naar dit spel, joh. Oh, zwartvis. Yeah. Oh, sorry. Ze klinken wel een beetje eng. Ik bedoel... Welke... Durf het zand aan te gaan of zo dat hij zoveel lawaai maakt. Maar welke onderwatervissen maken er nou zoveel lawaai? Toch? Ik bedoel... Heb je wel eens een vis horen grommen of zo? Of een haai horen grommen? Dat is dus wel raar. Maar het is wel heel erg duidelijk. Niet dat je opeens in je been gebeten wordt en zo. Oh ja, trouwens, je bent dood. Dat zou een beetje stom zijn voor een spelletje. Als het zo zou werken. Right, ik hoop dat... Maar ik ben niet echt op zoek naar al deze spullen die hier liggen. Daar heb ik echt al heel erg veel van. Wow. Oh, laat iemand echt een dikke scheet in mijn gezicht.
Oh, het zijn er twee. Waarschijnlijk zijn het ook, als we met z'n tweeën zijn, is er wel een ei in de buurt of zo. Daarom een beetje defensief zijn. Oh, kijk. Lijkt het nou maar alsof we... Volgens mij zijn we ook heel dicht bij het hoofdschip. Maar waar waren we nou naartoe aan het gaan? Ik zie het niet meer. Ik had toch zo'n unit? Ja, deze. Signal. Is het misschien... Oh, daar is het. Het gaat een beetje te durven. Dat gebeurt. Oh, tijd voor een nieuwe batterij. Die. En nog 1, 2, 3. 3 batterijen. Prima. Lijkt mij voldoende. En het valt me op dat we hier niet zoveel research krijgen. Dat is wel een beetje... Oh. Oké, ik loop al door. Maak je geen zorgen. Ja, ik had ook eens van die piranha's. Ook leuk. Oh, en we zitten op diepte 100. Dus dat betekent dat nu wel een goed moment is om boven te gaan. We zijn ook al bijna bij die pot. Maar ja, ik vind gewoon niet zoveel research meer. En alle research die ik gevonden heb is van Seaglide of van Solar Panels. Dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Dat is toch niet het enige research dat er is. Oké. Nu nog even een laatste keer ademhalen. Het is maar goed dat ik dat radiation suit heb, joh. Nou, 70 meter. Het wordt nog niet getekend. Daar is een monster, daar is een monster. Nee, ik wou dat hij wegging. Oh, het zit in het zand. Oh, kan ik het scannen? Open supply crate. Yep. Wat is dit? Battery. Sweet, thanks. En oh. Het was gewoon nog niet gerenderd of zo. Live plot, hier moet het zijn. Hier moet ook die PDA zijn. Oké, ik pak mijn mes. Als die monsters aanvallen, dan snij ik ze open. Wat zit hierin? Wat is dit? Een power cell. Oh, dat klinkt cool. Want voor die weet ik nog niet hoe ik die moet maken. Dat is altijd nice om er meer van te hebben. Het lijkt alsof hier verder niet zo heel veel is. Ik had toch wel verwacht dat hier een soort PDA is. Oh, wow. Hallo. Ik ga jou een stuk snijden, jongen. Waar is die? Oh. Maar meestal ligt hier zo... Wat is dat nou? Meestal ligt hier een soort van PDA of zo. Soms kun je ook in het zand graven, maar dat zit er allemaal vandaag niet in. Deze hadden we al opengemaakt, of niet? Maar gaat die dan vanzelf weer dicht? 30 seconds of oxygen goed dat je het zegt. Is dit het? Is het naar boven gedreven? Aha. Hè? Wat? Oh, ja. Oké. Sorry hoor. Gek spel. Het is ook nog in early access. Of early development, hoe je het wil noemen. Dat is dit. Het valt volgens mij een beetje tegen, want het is wat water. Oké. First aid kit. Yep. En niks. Ja, dat is best wel saai. Maar ik kan niet veel meer van maken. Hé, ik dacht dat je in het zand kon graven, maar dat is weg. Misschien omdat ik dit ding niet in mijn hand heb. Nee. Kan ik hier iets van scannen of zo, wat ik over het hoofd heb gezien? Misschien kan ik die containers scannen. Oh, er ligt hier gewoon nog een. Die heb ik gewoon helemaal niet gezien. Oh. Met water, oké. Dat is dan weer een beetje... Daar hebben we best wel veel van. Dus daar word ik niet echt heel erg vrolijk van. Kan ik het openmaken? Nee, oké. Ik ben niet hebberig. Ik wil gewoon niet iets vergeten. Maar nu we hier zijn, kunnen we misschien ook wel even... Ik geloof dat ik dit kan mijnen op een dag. Kunnen we wel even kijken naar het hoofdschip, denk ik. Zodat we wat dichterbij kunnen komen. Wat is dit? Dit is ook metal salvage. Oké. Eerst maar eens ademhalen en dan kunnen we naar het hoofdschip. Tenzij dat we te veel radiation pakken. Want ik weet niet of iemand anders aan het bijten is. Maar we hebben wel damage. We hebben ook medkits. Dus we kunnen ook wel wat damage pakken. Ja, er zit hier van alles. Maar niet echt een ingang ook. Dat is jammer. Ik heb niet zo goed opgelet waar een goede ingang zou zijn op het schip. Misschien dat wel moeten doen. Maar oh wel. Dit is wel volgens mij echt logischerwijs de beste plek om stukken research te vinden. Om er weer mee verder te gaan. Volgens mij werkt het niet zo. Volgens mij is het hier. Is hier niet zo gek veel. Wel veel salvage. Maar
We hebben echt thuis echt de wereld aan titanium. We hebben echt niet nodig. Totdat ik weer verder ga bouwen. Dan heb ik natuurlijk heel veel titanium nodig. Maar ik heb nu twee van die lockers vol. Dat is echt enorm veel. Kun je dit scannen? Deze kabel ziet er cool uit. Maar ik kan niet scannen. Wow. Beetje monsters ontwijken. En kijken of hier iets te scannen is. Maar dat valt allemaal rust tegen. Misschien moet ik zo'n speciale rots proberen te scannen. Is dit een speciale rots of is het gewoon decor? Dit ziet er wel speciaal uit. Ik kan het niet scannen, helaas. En volgens mij pakken we ook een klein beetje damage. Hey, hier is land boven water. Dat is nergens anders in dit spel. Ha! Het enige plekje land wat ik heb kunnen vinden tot nu toe. Kan ik dan ook hier op klimmen? Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat het zo'n radioactief gaat zijn. Sowieso de achterkant hiervan moet heel radioactief zijn. Oh, tijd voor een nieuwe batterij. Bam. Oh, we kunnen er gewoon nu al in. Ik dacht dat het waarschijnlijk echt een vet endgame zou zijn. Maar... Oh, hier kun je niet verder. Oké. Misschien... Oh. Oh, wat is dat geluid? Wow, zag je die? Wow! Dat ding is huge! Oh, daar wil ik echt geen ruzie mee. Oké, tijd om het aan te halen. Wat? Oké, dus deze unit? Oké, van jou ben ik niet echt bang. Wat? Oh ja, ik heb honger. Dat is moeilijke taal voor, ik heb honger. Ik ga je een stukje snijden, jongen. Daar ben ik echt niet bang. Laat hij al wegrennen? Kom dan. Kom dan, jongen. Nee, dit is een stuk ruimteschip. Dat is wel interessant. Hier wil ik wel even kijken. Oh! Gemeener. Wacht. Snel, medkit. Nu. Wat? Ik deed toch medkit? Klik. Ah, ik word echt in stukken gegeten. Als dat een woord is. Ik ga hem... Wow. Pak hem. Oké, volgens mij heeft hij genoeg damage dat hij wegrent. Is het tijd voor nog een medkit? Ja, laten we dat doen. En dan zo meteen al wat visjes pakken en die opeten. Oh, volgens mij wordt het echt een hele lange aflevering. Maar ja. Is het erg? Ik vind van niet. En jij waarschijnlijk ook niet. Anders was je al lang niet meer aan het kijken, maar dat geeft niet. Ik bedoel, dat is super leuk. Wat is dit? Disinfected water. Nou, die rewards hier zijn best wel een beetje... crappy. Serieus, wie heeft er een kist waar gewoon zo... Oh, dit is mijn kist. Met een fles water. Toch? Ik bedoel... Misschien heb je een kist met... een heleboel fles... Oh my god, dit is verschrikkelijk. Tijd om naar huis te gaan. I'm out. Waar is mijn huis daar? Okay. Wie heeft er een kist? Ja, misschien heb je een hele kist vol met fles water. Maar... Eén flesje water. Damn. Ja, ik zie je zo wel bij de baas. We gaan de aflevering afronden. Even wat drinken. Ga ik het eten? Nee, bladderfish zijn niet om te eten. Oké, dus... Tio is alweer afgelopen. We hebben wel wat goede spullen gehad. Ik heb net wat dingen weggelegd, maar het belangrijkste dat we gevonden hebben... is deze powercell. 200 uit 200. Deze dingen zijn 200 uit 50. Kan ik het dan instoppen of zo? Left mouse pas niet equip. Nee, lijkt het niet op. Geef het niet. We doen het ermee. Ja, dus het is tijd om wat te drinken. Misschien wat te eten of zo. Dat soort dingen. Misschien die oude batterijen weggooien. Want ik weet niet zo goed wat je met lege batterijen kan. Dan deze laden niet op. Nee, deze laden echt niet op. Oké, jammer. En we moeten wat gereedschappen maken. Maar dat gaan we allemaal in de volgende aflevering doen. Kunnen we hier ook vanaf. En dan wordt het helemaal goed. Wauw, maar dat is echt een huge vis. Ik ben benieuwd of we dat ooit kunnen scannen. En wat is daar? Dat hebben we nog steeds niet bekeken. Anyway, dat het gaat doen voor deze aflevering. Wauw, dit spel. Holy moly. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!